Aan tafel zitten Astrid Joosten en tv-journalisten Sinan Can en Ton van der Ham, die het vak van Kees Driehuis hebben geleerd. Vandaag werd bekend dat Driehuis gisteren is overleden op 67-jarige leeftijd. Hij was 45 jaar lang innig verbonden aan de VARA. Bij de jonge mensen wellicht vooral bekend van de quiz per seconde wijzer, die hij 29 jaar presenteerde. Maar Driehuis was vooral een barricadejournalist. Soms tegen beter weten in. Een man met betrokkenheid, scherpte, ernst en terloopse humor. Driehuis bedacht in 1995 het onderzoeksprogramma Zembla en later de historische serie De Strijd over de Gouden Eeuw van de Arbeider en presenteerde het Nova en Buitenhof. Kort na zijn pensionering, vorig jaar, werd hij ziek. Goedenavond. Wat een prachtige dag is het vandaag om met een nieuw programma te beginnen. Goedenavond. U bent weer hartelijk welkom bij het programma De Kloof. Vorig jaar was het 25 jaar geleden dat in het Amerikaanse Woodstock honderdduizenden jongeren op een groot weiland. Een andere aanleiding voor mijn vertrek vormt de discussie over het televisieprogramma De Heilige Ayaan. U heeft gelogen over uw verleden. Ik heb gelogen. De vogelgriep. Het klinkt als een broodje-aap-verhaal, maar het is wel degelijk een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid. Later begrepen we dat de stoomboot in een storm terecht was gekomen en het boek overboord moet zijn geslagen. Goedemiddag, dit is Buitenhof van 2 september. Niets is blijvend. Mijn belofte om hier te blijven tot mijn 80ste mag ik helaas niet nakomen. Ik zal het gaan missen. En we gaan het nu drinken. Ja, Astrid, ik begin met jou. Het is uiteraard een collega van ons, van onze omroep. Ik wist eigenlijk helemaal niet eens dat hij ziek was. Dus dat is eigenlijk best wel... Ik begrijp vandaag van alles meer, sinds vanmiddag. Jij wist het wel, hè? Jij was een van de weinigen die hij in vertrouwen had genomen van... Ja, het gaat niet goed met me. Ja, hij is 2 jaar geleden met pensioen gegaan. Gezond met pensioen gegaan. Althans, het was natuurlijk niet zo, maar hij wist niet dat hij iets mankeerde. Vrij snel daarna, ik weet niet exact, ik zeg maar even 2 maanden daarna of zo, ontdekte ze dat hij ernstig ziek was, dat hij een vorm van kanker had. Kees heeft... Dat vond hij natuurlijk al heel erg verschrikkelijk. Maar hij vond het nog een verschrikkelijker idee als dat allemaal breed bekend zou worden en het ook nog eens in roddelbladen, RTL Boulevard en dergelijke zou komen. Dus ze hebben het aan een heel klein clubje mensen verteld. En ik hoorde daar ook bij. En met het verzoek om het stil te houden. En het was zelfs zo dat ik ook zelfs binnen ons bedrijf tegen niemand durfde te zeggen van... weet jij sinds vorige week hoe het met Kees is? Want dan dacht ik, ja, misschien weet diegene het ook niet en dan verraad ik het. Dus dat was echt een heel erg ambitie comité. En we hebben dus met z'n allen ons mond gehouden 2 jaar lang. En dat is heel goed gelukt. Ja. Wisten jullie dat eigenlijk? Ja. Als journalistieke kinderen van Kees eigenlijk. Hè? Mag ik dat zeggen, Sinan, of ja, niet? Dat mag je zeker zeggen. Ja, het is je journalistieke vader. Ja. Dus... Beschrijf hem eens. Kees was eigenlijk een grote nestor, de inspirator, uiteindelijk de grote vriend. Ik heb ontzettend veel geleerd bij Zembla. Iemand met een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Dat weet Ton ook. Dan kwam hij de redactie op en dan was hij boos omdat... schoonmakers slecht betaald kregen. Of dat er een grote farmaceut was die proeven deed op arme Indiërs. Mm-hmm. En dat was een soort passie die hij ook overbracht op ons. Een soort vonk, waardoor het vuur ook constant op die redactie ook brandde. En ook heel erg durven om de macht aan te pakken. Om bedrijven, grote bedrijven, instituties, de overheid... met het idee van we moeten, al is het maar 0,01%... een bijdrage leveren aan een betere en eerlijke en rechtvaardige samenleving. Mm-hmm. Ja, en dat is wel iets... En daarom vind ik ook in alles wat ik maak, echoot eigen Kees door. Keeshand is heel erg in wat ik ook maak en hoe ik in het leven sta überhaupt. Ton, wat heeft hij jou geleerd als journalist? Gewoon het handwerk, het gereedschap. Kees was een ongelooflijke betrokken en integere journalist. En het ging hem niet om spelletjes. Hij hield ervan dat het zuiver bleef. Dus ook in de montage was hij heel scherp dat het ging om de feiten. En hij was een buitengewoon scherpe viewer. En tegelijkertijd voelde je heel veilig in de set. En dat vond ik, dat vond ik fantastisch aan hem. Mm-hmm. Maar... ik vind het trouwens heel erg gaaf dat jullie hier aandacht aan besteden... aan de kop van jullie uitzending, dat jullie de tijd nemen om over Kees te praten.
Want het is echt een heel groot journalist geweest die heel veel mensen heeft geïnspireerd. En ik had liever gehad dat Manon Blaas, mijn baas, de opvolger van Kees, hier had gezeten. Maar zij is echt zo kapot van. We hadden er vanmiddag aan de telefoon. Ja, en dat komt omdat hij niet alleen een hele goede journalist was, maar ook een ongelooflijke lieve, betrokken man. En hij wilde heel graag dat Manon hem zou opvolgen. En dat is ook gebeurd. En hij bleef steeds betrokken bij wat wij deden. En daarom zijn we er ook zo verdrietig van. Mm. En zijn integriteit, zijn inderdaad wat Sinan ook zegt, zijn ongelooflijk engagement. Er zat een soort heilige verontwaardiging in hoe hij leiding wilde geven. En hij hield niet van elitaire journalistiek. Het ging om de gewone man. Mm-hmm. Ja. En dat vind ik fantastisch. Hij was ook hartstikke links. Nou ja, we hebben Erik Dijkstra ook gebeld, uiteraard, die met hem de serie De Strijd heeft gemaakt, samen met Gerrie Verbeet. Een idee van hem, gaat over de arbeider. Ja. Erik is op dit moment aan het werken in het buitenland, helaas. Maar hij zei het volgende, en dat wil ik toch even citeren. Hij kwam altijd op, Kees uiteraard, voor de mensen die echt vochten om de wereld een stukje beter te maken of de dupe waren van onrecht. Kees was daarin ook charmant ouderwets. Veel mensen in tv-land durven het tegenwoordig niet meer hardop te zeggen, maar Kees was links met een hoofdletter L. Knetterrood. Ja, zeker. Nou ja, ik discussieer daar ook wel eens met hem over. Ik heb ook wel eens, als ik iets lees of zie of hoor, dat ik denk, oh, dit moet ik eens even bij de collega's van Zembla neerleggen. Dan ga ik daar koffie drinken. En dat deed ik ook in de tijd van Kees wel eens. Mm-hmm. Op een gegeven moment had ik een of andere misstand ergens ontdekt. En nou ging ik hem helemaal in geur en kleur vertellen. En zei ik, nou Kees, dat is toch echt een Zembla-onderwerp. En zei hij, nee, gaat niet over arme mensen. En zei ik, ja, maar Kees, dat is een... daar hier is onrecht gebeurd. Ja. Mensen zijn onheus bejegend door de overheid. Ja, maar dan waren ze niet arm of ze waren niet laag opgeleid. En dan ging het er niet voor. Maar misschien was je pitch dan niet goed genoeg. Want okay. Kom niet aan Kees. En zeker niet vandaag. We pakten ook de grote multinationals aan. De bankiers. Maar het moest gewoon een goed verhaal zijn. Hij vroeg dan van, is het erg? Kijk, het moest wel erg zijn. En natuurlijk, de verbeelding aan de macht, bij televisie is dat heel belangrijk. Mm-hmm. Dus je moest het ook kunnen vertellen op een of andere manier. En dan had hij ook heel veel vertrouwen in zijn makers. Dan zei hij, ja, weet je, daar heb ik geen verstand van, ik ben geen maker. Hij is een presentator, een fantastisch eindredacteur geweest. Maar hij had ook heel veel vertrouwen in zijn mensen. Van, ja, jullie kunnen dat, jullie gaan de arena in. En voor Kees wilde hij ook echt de arena in. Ja. En dat waren echt uiteenlopende verhalen, hoor. Het was, zijn hart klopte links. Dat was leuk, maar hij was niet eenkennig. Even waar het hart dan zeker links klopt, is toch De Strijd. We gaan het ook weer over Zembla hebben. Zijn laatste grote serie met Gerrie Verbeet en Erik Dijkstra. Erik Dijkstra op dat brommertje door Nederland. Misschien ook een idee van Kees, dat kan ik Erik nu niet vragen. Maar laten we even een klein stukje zien. Erik Dijkstra reist door heel Nederland op zoek naar mensen en plaatsen die iets betekend hebben in deze gouden eeuw van de arbeider. Ik kom uit zo'n echte ouderwetse Twentse arbeidersfamilie. Ik geloof dat zo ongeveer al mijn voorouders naar de fabriek gingen. Gewone mensen, die werken voor hun geld. Hardcore Farah. Helemaal. Astrid, ja, Kees Farah BNN. Kees vond ook precies. Kees die zei tot de laatste dag, ik werk bij de Farah. En die werkte niet bij BNN Farah. Dat vond hij niet, hoor. Nee. Wat ik ook wel mooi vind aan zijn carrière, want ik ken hem niet, is dat hij wel heel veel verschillende dingen deed. Ja. Dus ook Sinterklaas en ook persconderwijs. Dat maakt ook wel dat het een heel divers televisieman was. Even Sinan, iets wat veel stof heeft doen opwaaien. Sterker nog, er is een kabinet opgesneuveld. Balkenende 2, zou je kunnen zeggen. Althans, het had er iets mee te maken. Is Ayaan Hirsi Ali, de heilige Ayaan, door Zembla gemaakt. Waren jullie daarbij betrokken? Ik was de researcher. Jos van Dongen was de maker. Ja. Mm-hmm. Ja. Er was toen heel veel om te doen. Ook wel richting Zembla zelf, eigenlijk. Ja. Kan je het in twee zinnen vertellen voor de mensen die denken, ja, ik heb het klopkoor luiden, maar de klepel... Nou ja, het ging er natuurlijk over VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, over haar geschiedenis en wat er gelogen was aan haar vluchtverhaal. En daar is een soort orkaan ontstaan, eigenlijk. En wat ik daarover kan zeggen is, hij heeft dat eigenlijk weggehaald, en dat typeert ook Kees, beide makers. En heeft dat bij zichzelf neergelegd van, ik vang de klappen wel op. En Kees was iemand, dan had je een prijs gewonnen, dan zit hij in het middelpunt. En als er gedoe was, dan haalde hij het altijd naar zichzelf toe. Hij wilde jou, de makers, altijd beschermen naar buiten toe. Mm-hmm. En dat is heel erg wat ook bij de heilige Ayaan is gebeurd. Dat Kees dacht van, jongens,
geef maar, ik neem die klappen wel. Ja, prijzen geld wel delen, dat was ook Kees 3 juist. Ja. Ja, 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 ja. Gewoon, weet je, we doen het met z'n allen. Ja, ja, dat was productie, mooi. Redactie, ja. Iedereen. Bedoel, geen, hij hield eten. Niet van bepaalde mannetjes op een voetstuk plaatsen. Ja, even, we zagen hem in per seconde wijzen. Daar is het jouw spelletjescollega, ja. Uiteraard. Ik wil hem toch even laten zien, want we kunnen veel laten zien van Zembla, maar dan zien we hem niet. Als interviewer bij Nova. Hij interviewt in 1999 Bram Moskowitz na de veroordeling van Desi Bouters. Gewoon dat we even weer Kees aan die tafel zien. Los van de vraag, want het is uw cliënt, dus u zal het niet graag toegeven, maar wat hij gedaan heeft, als het allemaal waar is, is het ook heel erg. U hoort mij niet zeggen dat als hij het gedaan zou hebben, dat het niet erg zou zijn. Maar hij heeft het gedaan. Dat zegt u. Zegt de rechter. Dat zegt de rechter. Ja, afijn, toch, ja. Ja, het is een snippet, maar het is toch, het is toch goed dat we het even hij zien. Hij kon altijd puren, hè? Ja, ja. Ja. Jullie waren spelletjes, gewoon collega-spelletjesmakers, ja. Toch? Er zat helemaal geen strijd tussen, toch? Nee, helemaal niet. Nee. Kijk, Kees deed natuurlijk per seconde wijzer. Ik doe 2 voor 12. En wij deelden de quizkamer, zo heet dat dan bij BNNVARA. Dat is een kamer. Er zitten allemaal redacteuren die 2 quizzen maken. Mm-hmm. Dus die 2 teams, die deelden wij. En wij hadden altijd veel overleg. Als er dan bijvoorbeeld een nieuwe einddirecteur moest komen, dan gingen Kees en ik samen in de sollicitatiecommissie zitten. En als er wat wat aan de hand was, in elk team is wel eens iets, ja. Dan kwam er een appje koffie en dan gingen we zitten en dan zeiden we, wat vinden we ervan en wat gaan we eraan doen? Ja. Dus Kees en ik, daar zat geen licht tussen. Nee. Hij moest daarmee stoppen, hè? Ja, ja. Het is toch meer. Hij wilde wel met pensioen, maar hij zei, laat mij nou daarna nog lekker dat spelletje is hem blijven. Niet gegund? Want ze vonden hem gewoon te oud. Nee, ja, zo gaan die dingen, ja. Ja, dat is toch belachelijk? Nee. En dat heeft hem veel verdriet gedaan. Ja, dat heb ik vanmiddag begrepen. Dat vind ik zo raar. Ik was ook in de studio. Nou? We lieten dat stukje net zien dat hij zei van, hey, ik had tot mijn 80ste hier willen blijven zitten. Maar dingen. En ik was daar ook bij. Ik stond in de studio te kijken. En, Erik Dijkstra doet het overigens formidabel. Ja, zeker. Dat gezegd zijn. Maar het is raar dat iemand dat als wens heeft. Hij zit niks in de weg, hij heeft een groot succes. Nee. Waarom vaart dit niet gewoon tot de einde? Ja, laten we zeggen, niet alleen vrouwen van 50 worden vervangen of zoiets. Ja. Ja. Nee, laten we daar nog eens over. Ja. Nee, dat klopt. Hey, Astrid, ik eindig ook even met jou. Dat gaat over zijn vriendschap, zijn grote hart eigenlijk. Help de Russen de winter door. God, is een actie die jij presenteerde. Daar ging niet alles even goed. Nee. En hij staat naast de camera om jou. We zien hem helemaal niet, maar hij wil gewoon bij jou zijn. Dat is echt heel bijzonder. Want kijk, Matthijs, jij weet ook, elke presentator heeft een heel pelotonnetje waterdragers. Hè? Dat zijn jouw redactie. Die zoeken alles uit en die bellen ons en die regelen. En dan geven ze aan jou en dan mag jij het uitvoeren. Jij komt in beeld. En dat was ook bij deze actie, door Marcel van Dam bedachte actie. Ik weet begon niet meer wat er aan de hand was met die Russen, maar we gingen er geld voor ophalen. Ja. En Kees, die natuurlijk ook presentator is, die zei, ja, kan ik ook iets doen? Ja, nou ja, dat wist men zo gauw dan even niet. Maar op een gegeven moment zei hij, oké, Astrid, jij moet daar urenlang gaan staan live presenteren. Ik stel me zo voor dat je op een gegeven moment ook niet meer weet wat je zeggen moet als er een paar uur voorbij zijn. Ik ga naast die camera staan met een paar kartonnen borden en een viltstift. En als jij even stilvalt, dan schrijf ik er gewoon elke keer. Hij werd mijn assistent en dat bood hij zelf aan. Dat is buitengewoon uitzonderlijk. En lief. En lief, ja, dat is Kees. Woord hoor je niet zo vaak in de journalistiek. Nee, maar dat. Ja, want laatste weet je, woorden nu. Nou, het is heel fijn dat hij een aantal mensen echt toe heeft gelaten tot het laatste moment. Dus Manon heeft echt heel veel contact, dagelijks app-contact nog bij hem geweest. Echt afscheid genomen. Ik heb vorige week nog vaarwel tegen hem mogen zeggen. En, en dan is hij ook nog steeds lief en betrokken. En dan vraagt hij nog naar je vrouw. En zo'n man. En die is weggegaan vandaag, gisteren. En dat is echt eeuwig zonde. Maar wij zullen altijd aan hem blijven denken, echt waar. Hele lieve collega. Dank jullie wel.